Alright, welkom terug en we gaan het nu verder hebben met deze stream over de knie de knie heeft heel wat patologie en zoals ik daarnet zei, wanneer het over de kinderen gaat, dan zullen kniepijn, zal kniepijn eerder wijzen op of kan ook wijzen op een heupprobleem dus denk altijd bij een knie bij uh, knielast ah, ik ga de heup checken ook bij volwassenen kan dit het geval zijn um, door uitstraling dus bij knielast Ga de heup checken. Zeer belangrijk. Verder hebben we dus de anatomie weer, dus de algemene eigenschap van de knie. Menis meniscusletsels, ligamentletsels, patella, artrose en kraakbeenlijden. Daarover gaan we het dus nu hebben. De algemene problemen van de knie. De knie bestaat uit drie gewrichten. Als we gewoon de knie bekijken, kunnen we zelf wel bedenken welke. We hebben, de, we hebben eigenlijk ook drie botten. Dus we hebben het patella gevricht we hebben de femur. We hebben eigenlijk vier botten zelfs. We hebben de patella, we hebben de femur, we hebben de um, tibia en we hebben de fibula. Dus de drie gewrichten die hier belangrijk zijn, zijn de femorotibiaal gewricht, tussen de femur en de tibia. Dus het tibiofibulair, dus tussen tibia en fibula. En het patofibulaire, dus de patella en fibula. Dat zijn de drie belangrijkste gewrichten van het kniegewricht. Ehm, um, ja. Ehm, um, papapam, even kijken, zijn er hier nog belangrijke dingen? De stabiliteit, ja, eerst dus meer valgus. Dus bij. Uh, meer valgus van vrouwen. Ik weet niet meer waar het op slaat. <laughs> er zal meer valgus zijn bij vrouwen. Dat staat hier natuurlijk nergens in. Mooi. Goed, dan gaan we meteen naar de stabiliteit. De stabiliteit uh, van het, van het kniegewricht. er is weinig stabiliteit door botten op zich. De stabilisatie moet voornamelijk gebeuren door de uh, ligamenten en banden en spieren. Dus mediale congruentie is beter, dus we zien dat daar aan de mediale zijde van de knie een betere botinteractie is dan lateraal. En de lateraal is dus meer mobiel. Ja, als de ene meer stabiel is, gaat de andere meer mobiel zijn. Um, en dat, dat is een mooi evenwicht. Dus er een co uh, beenderige congruentie is beter mediaal dan lateraal. Um, omdat, de omdat natuurlijk de, um, de, het bot in niet, geen mooie platte schijf is, dan gaat het eigenlijk. Een, ah, ik ga het misschien zo voorstellen: gaat hier een, een soort trapje bijna geven. Ik ga het een... In het midden is die iets, iets, iets verhoogd um, om meer congruentie te geven. Om um, te zorgen dat de knie op de juiste plaats blijft enzovoort. We hebben een menisci die erin zit. En een menisci is eigenlijk de gewrichtsplaat, Dus dat zorgt voor een betere uh, congruentie. Het is eigenlijk een soort uh, kussen als het ware tussen de, tussen de femur en de tibia. Um, ligt daar wat tussen en je zorgt eigenlijk dat er een mooie aansluiting is. Die past zichzelf aan, aan de twee botten, om, um, om een mooie soepele beweging toe te kunnen laten. Het is dus eigenlijk een mooi een, uh, een kussen, een memory, foam, een memory foam kussen, kunnen we het wel mee vergelijken. Ligamentum collaterale laterale, dat zit vast op de fibula, terwijl alle andere ligamenten vastzitten op tibia en uh, femur. En eventueel patella. Um, maar de fibula heeft eigenlijk het, het ligament collaterale laterale. En het mediaal collateraal ligament zit vast op, um, op tibia. Dat is een uh, belangrijke. We hebben hier de VKB en de AKB. Dus de voorste kruisband en achterste kruisband. En dat zijn kruisbanden die in de knie zitten zelf. Dus tussen, uh, tussen de meniscus. eigenlijk. Ze dus, uh, um, zit vast op tibia en um, tibia en femur en dan gaan we hier de voorste kruisband gaat dus zit, zien we vooraan maar vooraan wil zeggen anterieur op de tibia als we naar een ligament kijken en we geven het een naam dus de voorste kruisband de um, anterieure kruisband moeten we denken aan het onderste lidmaat dus de meest distale lidmaat waar uh, waar we de naam gaan afleiden dus Anterieure kruisband, voorste kruisband, wil zeggen anterieur op tibia. En in dit geval, posterieur op femur. Um, staat hier eigenlijk... Even kijken wat hier nog... Ergens een mooie... Um... Ja, ik was aan het kijken wat er een mooie uitleg nog meer stond van de kruisbanden. Um... Het zit, het is de voorste kruisband die zal dan iets meer aan de, uh, latera van lateraal, lateraal achteraan komen. Dus la posterior, lateraal iets meer. En nog altijd aan het midden, maar iets meer aan de laterale zijde. Want ze gaan elkaar kruisen. Echt, echt twee kruisbanden die kruisen elkaar om, uh, om genoeg tractie te krijgen. Dus je gaat meer aan de laterale posteriore zijde zitten van, de, uh, van het midden van de knie. Uh, aan, de, uh, aan de femur tot aan de uh, vooraan aan de tibia. De achterste kruisband zal het omgekeerde doen. Die gaat van aan de voorzijde, min of meer, van de, uh, van de femur tot aan de posteriore tibia. Dus gaat naar achteraan op de tibia. Wel ook meer iets gekruist. Dus ze zullen, als we hier de plaats hebben van de knie onderaan, dus de tibia. Zien we dat de voorste kruisband hier meer aan de laterale zij. Uh, sorry, uh, komt vooraan aan. Uh, komt aan de, um, meer aan de mediale zijkant uh, kant aan. En we zien dan dat de, um, de andere, de, uh, de achterste kruisband, meer aan de laterale zijde zal komen van de tibia. Dus we zien die van elkaar gespreid. Dus deze gaat latera uh, lateraal. Posterior de achterste kruisband van tibia naar de femur vooraan. En de andere gaat uh, uh, zo in... Klopt dat wat ik denk? Dat klopt niet, hè? Dat klopt niet. We zullen eens even een mooie afbeelding erbij pakken. Ehm, uh, eens kijken. Mm, nieuwe afbeelding, here we go. Dus we krijgen de kruisbanden. Even kijken wat er een mooie afbeelding is van de kruisbanden. Hier zien we achteraan achteraanzicht. Mm. Dus dat is geen dat ik hier zocht. Ze ja? dus krijgen de kruisbanden. Die, we zien hier de femur, tibia, fibula. De, het collateraal-lateraal euh, ligament. Dus we weten dat dit aan de laterale zijde is. Dat dit dus de rechterknie is. Ja, oh, dit is misschien nog een mooiere afbeelding, eventueel deze zelfs. Dus we, dit, is hetgeen, dit is de afbeelding die ik zocht. Ja. Dus we zien hier de voorste kruisband, dus we zien hier vooraan aan de, eh, het collateraal eh, ligament, we zien nog altijd de rechterknie, rechter met de menisci die hier zitten, hier, de, de, de blauwe schijf, de kraakbeenschijf hier, met ligamenten rond. En we zien hier de achterste kruisband en de voorste kruisband. De voorste kruisband begint dus iets meer aan de mediale zijde, gaat naar de laterale zijde van de femur. En met anterieur op de tibia. En hier achteraan zien we de uh, achterste kruisband, die gaat meer iets aan de laterale zijde onderaan beginnen en gaat naar de mediale zijde. Dus ze kruisen elkaar wel degelijk. Dus ik moet dit gewoon onthouden uh, van een beeld in mijn hoofd en dan kan ik het wel uitleggen. Goed, dat was de heup, die hebben we al gehad, die gaan we meteen dicht doen. Daar gaan we, oké, okay. dan gaan we bij de knie blijven. De knie hebben we ook een bewegingsboog, welke bewegingsboog kunnen we nu verwachten bij de knie? 15, 0, 135 graden. 15 graden, als we in extensie gaan, dan zien we dat de knie 15 graden wat stijging geeft. Dat gaat het van 0, 0 graden is dus de platte, en dan gaat het tot 135 in, um, in tegenstelde richting, dus 90 graden is zo recht naar beneden. En die gaat nog dieper erin tot 135. Dat kan mijn hand nu niet. <laughs> die kan geen 135 graden plooien. Um, maar de knie kan dus 135 graden gaan. En dan stopt het op een, op een, uh, een zacht eindpunt, zijnde de spieren die het stoppen. Het is niet echt de knie zelf die een, een stopping geeft. Het is niet zoals bij de schouder of. Um, zijn Er andere structuren, bij de heup eventueel, waar er een, een hard eindpunt is. Bij schouderen is er eigenlijk ook geen echte hard eindpunt. Dat is een beetje moeilijk. De, um, dus we krijgen vooral de, de heup waar een hard eindpunt is. Bij de knie is er geen hard eindpunt. Um, of bij elleboog. Elleboog is bij extensie een zeer hard eindpunt. Bij flexie ook niet. Bij flexie zal er ook een volledige um, zacht eindpunt zijn, omwille van de spieren die in de weg zitten. En dat is dus bij de knie net hetzelfde. Ook een zacht eindpunt, maar deze keer in beide richtingen. Uh, ja, in de andere richting is dat Patella hier ook nog wat voor zit, wat ook wel een hard eindpunt is. Moeilijke, moeilijke problematiek. <laughs> we krijgen de as in het frontale vlak. De been, het been is niet recht. En dat is eigenlijk hetgeen waar, we nu op, waar, waar ik nu op wil hameren. Het been is niet recht. Bij meisjes is er meer genetische valgus, dus dat is hetgeen dat hierboven stond, meer valgus bij vrouwen. En bij jongens is er genetisch gezien meer varus. Maar door, het door sporten, door um, omgevingsfactoren in het algemeen, zal, uh, zal, zal de varus toch minder voorkomen dan Valgus in, in de algemene bevolking. Bij jo als er jeugdsport gedaan wordt, zal er meer kans zijn op o benen zelfs. Um, Even kijken. Staat er hier nog iets interessants? Dus het rechte been was, dacht men vroeger dat is normaal, dat is niet meer het geval. We hebben het niet meer zomaar over het rechte been. Um, we hebben een, een soort gauscurve ter, ter hoogte van min 3 tot 3 graden, wat de echte normaal is. Um, min 3 tot plus 3 graden van de draaiing van varus of valgus. Um, wat de normaal dus is. Va trouwens, als u wilt onthouden of het varus of valgus is, varus is een O-benen. Waarom? Omdat er um, uh, een varken door de benen gejaagd kan worden. Bij valgus, uh, valgus is dus um, de andere kant, het zijn X-benen. Daar heb ik nu geen hulpmiddeltje voor, maar als u varus weet door varken, dan kan u X-benen dus wel onthouden als valgus zijn. Bij jeugdsport zal er dus meer O-benen zijn. Ehm. Um, eens kijken wat er hier nog iets interessants is. Dus meer neiging tot O-benenontwikkeling bij sport. Eh, dus meer varus. Um, door, door kracht aan binnenzijde. En dan krijg je dus een tragere groeischijf aan de binnenkant. Um. Mm -hmm. En meer O-benen. Ja, oké. Okay. Bij genetisch is, het, is er dus ook een predispositie scoliose heeft ook invloed op de as. En scoliose komt meer voor bij meisjes. Dus die moeten zeker gescreend worden. Zeker op 10, 11, 12-jarige leeftijd. Nakijken of er scoliose aanwezig is. Omdat deze een invloed kan hebben aan, um, aan O- of X-benen. Met groeischijven die geblokkeerd kunnen worden. En die moeten tegen krachten opboksen van de scoliose. Dus dat moet zeker ook nagekeken worden. Welke anamnese gaan we nu doen over het de, over de algemeen? Want we zijn over het algemeen nog bezig van de knie. Um, hoe is het ontstaan? Hoe zijn de knieproblemen ontstaan? A. Ah, traumatisch of, of spontaan. Is er pijn? Bij belasting of niet bij belasting. Is er zwelling? Uh, is, er, uh, zwelling? is er doorzakken? En is het doorzakken met of zonder val? Als het een val is, dan moeten we denken aan uh, een voorste kruisbandscheur. Dat valt veer, zeer goed op. Een voorste kruisbandscheur, een patellaluxatie of een ruptuur van de extensorpees. Meniscus leiden is dan het volgende onderwerp. Dus dit was nog maar de algemene. De, we hebben nog niet echt gesproken over wat nu scoliose is en hoe dat die zich verhoudt. Um, de knie zit scoliose wel een beetje in omwille van de as, maar verder gaan we dat dus er niet over hebben. Hè. Meniscusletsels, daar gaan we het wel over hebben. Meniscusletsels, die kunnen acuut zijn. Um, dat kan acuut zijn met, een, uh, met ligamentletsel's en dan moet er een hechting van een meniscus ge uh, komen. Maar het kan ook de oudere patiënt zijn met degeneratieve letsels. En dat zullen we dan eerder conservatief behandelen. De patiënt is wat aan het verslijten. Symptomen van meniscusletsels is pijn. Dus algemeen pijn. Houdingsgebonden um, zelfs. Ehm... Um, uh, dus het kan ook een scherpe pijn zijn bij korte, of uh, het kan ook doffe pijn zijn bij aanwezigheid. Van, ah, ik heb wat pijn, maar ik beweeg niet meer, en dan zal er eigenlijk alleen maar doffe pijn zijn. De scherpe pijn is bij korte draaibeweging, dus in en uit een auto stappen, een voet die blijft haperen, en dergelijke. Ook is er weer minder stabiliteitsgevoel, um, dus dat geeft onzekerheid bij de patiënt, en er is weinig of geen hydrops. Dus als er hydrops aanwezig is, vocht aanwezig is, dan moeten we niet meteen denken aan een meniscuslitsel. Het sluit het niet uit, maar het helpt wel een beetje in de diagnostiek. Er zijn ook specifieke symptomen van meniscuslitsels en dat is dan de nachtelijke pijn, bij zijlicht dan voornamelijk, omdat de knieën op elkaar liggen. Um, en er kan ook blokkage zijn, dus een bij een hengselscheur, mediaal of laterale scheur. En er kan een verspringend gevoel zijn. Het verspringend gevoel zal zitten bij een flap, dus elke keer uh, ik verleg mij en mijn knie die springt mee op de juiste plaats. Dat is het verspringend gevoel, dus een nachtelijke pijnblokkage verspringend gevoel. En als laatste toenemende pijn bij, uh, bij lopen en de pijn zit dan lateraal. Ja, uh, dat is dan bij de papagaibek scheur. Meniscusletsels kunnen ook zeer asymptomatisch zijn. En dat is dan eerder bij de, um, bij de gezonde mensen. Dus afsimtmaat zijn gezonde mensen, en die moeten we niet behandelen. Als dit een toevallige vondst is, blijven we eraf. Het is pas op het moment dat er, een, um, dat er pijn is, um, of een bewegingsbeperking um, instabiliteit, dat we behandeling zullen moeten doen. De behandeling komt later, maar we gaan eerst aan de diagnose. Hoe gaan we de diagnose stellen? En dus aan de McMurray test. Dus dat is de kliniek enerzijds, het, het lijkt erop, maar anderzijds testing en dan denken we aan de McMurray test of de Abdi test. McMurray test, um, dat is, ik kan het moeilijk voordoen op mezelf, um, dat is eigenlijk een flexie van de knie teweeg brengen en dan een korte draaibewegingen, actief, eh, de, 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 de arts probeert dan een korte draaibewegingen te geven en dat gaat pijn geven. Als het pijn geeft, dan lijkt dit inderdaad nog meer op een meniscusletsel. De applicatest. Ik weet niet meer wat de applicatest was. Ja, is ook minder belangrijk. De McMurray-test is meestal genoeg indicatief. En dan kunnen we diagnostische uh, test, uh, techniek gaan gebruiken met een RX. Maar een RX, het RX is de basis. Maar. Um, er moet alleen een relatie zijn met de kliniek. Op RX kunnen we dingen zien die geen pijn geven, die geen klachten geven. Dus we moeten daar zeker voor opletten. Er wordt een voorachterwaartse uh, voor opname gedaan, ook een laterale Een flexieopname, axiale opname. Vier verschillende opnames om toch maar niets te missen. Waarom? Een knie is zeer moeilijk in beeld te brengen, um, MRI laat ook een gedetailleerd beeld van de meniscus toe, maar de, de RX is zeer moeilijk steeds te interpreteren. Ze weten dat er dingen zich verstoppen achter de patella, um, dat de um, femur in de weg komt te zitten van een eigenlijke problematiek. Dus ze moeten die ook in flexietoestand. Een beeld maken. Dat is belangrijk in verband met de knie. De knie moet in verschillende opnames gedaan worden, dus voor achterwaarts, lateraal, drie vierde en axiaal. Dus een flexieopname is ook wel belangrijk. Flexieopname voor achterwaarts, drie vierde heeft geen zin hier. Het is de flexie in voor achterwaarts en axiale opname. Welke behandeling van meniscusletsels conservatief kan bij de degeneratieve? We hebben dat hier ook al gezegd. Dus tijdelijk weinig activiteiten, corticoïde voor de pijn en een voor de pijn. Nogmaals, corticoïde alleen als er geen septische artritis is. Meniscusletsel komt niet echt overeen met de klachten van, van septische artritis, dus normaal gezien is dat wel oké. Okay. En astroscopie als er blijvende pijn is. Bij een acute eh, meniscusletsel en zeker bij de jongere personen is er, eh, gaat de perifere meniscusletsel spontaan helen. En de centrale gaan veel trager of veel moeilijker helen. Arthroscopie wordt daar ook gedaan bij een blijvende klachten om toch maar te kijken wat er niets anders aanwezig is. Dus een centrale scheur is een resectie. Uh, kan een resectie, uh, in de behandeling zitten? En een perifere scheur die gaat spontaan helen of we kunnen die gaan hechten. Daar is doorbloeding. Bij het de centrale deel van de meniscus is geen doorbloeding. Dus deze zal afsterven. Um, het is afvasculair en acellulair. Oké. Okay. Ik denk dat dat alles over een meniscus was. Ja, dan komen we aan de ligamentletsels. Ligamentletsels, here we go. Met ligamenten zijn we voornamelijk aan de voorste kruisband, de achterste kruisband, mediale bandletsels. En eigenlijk ook de laterale bandletsel. Maar deze is een stuk minder uh, belangrijk. Oké. Okay. Ah, mijn neus jukt. Ah. Geen idee waarom. Waarschijnlijk mijn snor. Ai, ai, ai. ai, ai. Of uh, het seizoen. Goed, voorste kruisband. Hoe krijgen we een voorste kruisbandscheur, dus een ligamentletsel? Dat is eigenlijk door een cutting manoeuvre. Een cutting manoeuvre, zoals bij voetbaldribbelen of basketbal, een korte beweging, uh, plots door de benen zakken, is daar een zeer uh, bekend, bekend fenomeen. Mm. Ja, dus de meest frequente is, is toch externe rotatie. Door een externe rotatie van uw uh, voet, um, zonder direct contact, uh, externe rotatie, zal de voorste kruisband kunnen scheuren. Vaak is dit een hyperextensie van uw uh, van been. Dus een hyperextensie en een valgustrauma. Dus valgus, x-benen, we, we zetten de knieën iets meer naar elkaar toe, en op dat moment een trauma, zal ze kunnen zorgen voor een voorste kruisbandscheur? Meestal dus zonder contact. In de, de anamnese is de diagnose: we krijgen een torsiemaneuvre van de gefixeerde voet. We hebben een, een krak gehoord, Die bent door de knie gezakt en er is een heel snelle zwelling. Dat is dus, typische, um, dus, dus vrij typisch. Door de, en nu gaan we eventjes naar de uitwendige rotatie. Door de uitwendige rotatie te doen, dus de voet die gaat naar buiten toedraaien, gaat de voorste kruisband in. Tractie komen. Gaat die, um, gaat die um, ja, dat zeggen, een meer kracht op zich trekken dan eigenlijk de bedoeling is. Door een plotse beweging en dan nog eens een trauma erop, of uh, nog meer kracht, dus het volledige gewicht dat er opgesteld wordt, kan het zijn dat de voorste kruisband een scheur gaat vertonen, um, gaat afscheuren. Oké. Okay. Het kan natuurlijk ook in een normale toestand, in een normale rotatie of in een interne rotatie, maar dan is het toch iets minder voorkomend. Het is meestal bij, een, um, meestal bij externe rotatie. Hier stelt het. Klinisch onderzoek, wat gaan we doen? Een punctie, omdat er bloed vaak bij gepaard gaat. Een voorste schuifladetest. ik kan het weer niet zo goed voordoen. Fixeren, um, fixeren de knie, uh, fixeren het been eigenlijk uh, vast te pakken, de, het onderbeen. Vast met twee handen en we duwen het naar voren en naar achter en we bekijken hoe ver dit vooruit of achteruit gaat. Um, als dit meer is dan normaal, is de kans reëel dat er een kruisbandscheur is. We kunnen um, de. Nee, Oké, okay, dat is de anamnese-punctie en voor de voorste schuifladetest. Beide zijden moeten altijd vergeleken worden. Dat is ook heel belangrijk en dat is eigenlijk bij alles van het bewegingsonderzoek: vergelijken beide kanten. Waarom? Er zijn patiënten die meer laks zijn dan andere patiënten, met, dus meer, uh, met, met meer normale verhoudingen dan we denken. Als we denken, van, ah, dit is iets mis en de andere vertoont net hetzelfde, dan is het toch maar normaal. Uh, dus het klinisch onderzoek van de, met een schuifladertest, de, de voorste en de achterste. De voorste, dan kijken we de knie vooruit, de achterste doen we het achteruit. Dat is eigenlijk het verschil ook doen we dat in uh, 30 graden test. Dus zijn we een lachman test vooruit en achteruit. Is eigenlijk net hetzelfde als de uh, voorste schuifladetest. test. Alleen is dit niet in knie met 90 graden, maar in 30 graden. En hebben we nog de pivot uh, shift test. Um, ja, daar ben ik even van. Er staat ook niet bij niet kennen. Dus <laughs> daar ken ik het ook niet. Ik weet niet meer meteen wat het is. Welke behandeling gaan we nu? Uh, doen bij de Voorste Kruisband. Dus het doorzakken, voorkomen. Prachtig. En bij actieve jongeren proberen we het conservatief te doen en bij ouderen, chirurgisch. Om de ouderen zo snel mogelijk terug te kunnen. Um, even kijken, staat dat hier ergens? Behandeling. Dus uh, doel voorkomen. Um, hij haalt het doorzakken voorkomen, eh, want dat gaat kraakbeen schade geven, gaat eh, meniscus schade geven, arthrose geven op termijn. Bij conservatief gaan we doen bij de, um, bij de jongere generatie. Um, en als de patiënt niet meer vanzelf gaat doorzakken. Hoe jonger... Wacht. Ik heb dat hier verkeerd gedaan, hè. Ik heb dat verkeerd gedaan. Nee, we gaan, de oudere, we gaan de oudere conservatief doen. Wat heb ik hier nu gedaan? conservatief. Ik heb het hier gewoon echt omgedraaid. De passieve ouderen, die doen we conservatief. Waarom? Ik was, ik was het al aan proberen te, ver, uh, proberen te vertellen, maar dat klopt helemaal niet. Chirurgisch zijn de actieve, actieve jongeren. Omdat um, deze enerzijds sneller recupereren, de actieve. Dus ook ouderen die actief zijn, kunnen ook chirurgisch doen. Uh, die zullen sneller Um, zo sneller uh, genezen en anderzijds ze hebben hun ligament ook nodig de passieven, de ouderen die niet, mee, niet meer actief zijn ook die hebben het niet zo nodig die kunnen hun, de functie zal nog allemaal wel lukken maar we kunnen niet zo um, niet te explosief meer, uh, meer sporten dus de heelkunde wordt bij de jonge actieve patiënt die in risicosport uitgeoefend daar wordt dat voornamelijk gedaan oké, okay. de passieve passieve zullen we eerder conservatief, oké, okay, als je er niet te veel last van hebt, dan hoeven we hier niet extreem op te uh, behandelen. Geet. Mediale bandletsel dan, dus aan de mediale kant van de knie, dus aan de binnenzijde van de knie, waar dat ze tegen elkaar komen, dat is een impact, een direct impact op um, even terug te zoeken, mediale, um, dus me, dat is een impact op de mediale voet of later, een laterale knie. Waardoor dat de mediale band, dus als we hier de knie hebben. Um, ja, de, de knie, knie hebben. Ik vind dat echt moeilijk om uit te tonen zo. <laughs> om dat te tonen. Dus wacht, ga het zo doen. Als dit hier de knie is, dus we plooien deze kant uit. Als we daar een, hier een impact hebben, dan gaat, ga zo doen, gaat de knie naar die kant duwen en gaat het mediale, bandletsel, het mediale band hier uitgerokken worden, eventueel scheuren, door hier een impact. Of we krijgen aan de, voetzijde, aan de voetzijde, wordt er die kant uitgeduwd en gaat het net hetzelfde doen. Gaat het net hetzelfde doen, het is eigenlijk een, een mooi S-patroon. Vaak komt dit voor bij het skiën, er gaat een valgustrauma zijn, en vaak ook geen contact hè, door het skiën, door een foute, foute verplaatsing. Um, en bij het klinisch onderzoek, wat zien we daar? We zien drukpijn aan de mediale epicondylis. En dat hadden we dus niet bij een voorste kruisbandscheur. We krijgen pijn bij een valgestres, Als er geen pijn is bij een volgestres, dan moeten we toch aan de meniscue denken. Welke gradatie hebben we nu bij een mediale bandletsel? We hebben alleen pijn en geen instabiliteit. Ah, dan is het een verrekking. Dat is een verrekking. Wat gaan we daaraan doen? Rust. Sport stop en ijs, of ijs in de later mobilisatie, traag, mo eh, vrij snel mobiliseren, maar in het begin ijs om zwelling te voorkomen. Dus rust eh, is zeer belangrijk en mobilisatie langzaamaan, maar geen, niet zo snel sporten. Als er een toegenomen valgus is en laxiteit in flexie, dan gaat er een scheur zijn. is een scheur zijn met een intact kapsel. De korte gips lijkt dan aangewezen. We gaan een kinee doen om toch maar de, de mobilisatie te brengen. En training van uh, de, het gewricht van de spieren om de stabilisatie uh, beter te kunnen doen. Bij, drie, bij graad 3 is het wel een stuk ernstiger. Wat gebeurt er daar? Een dus toegenomen valgusstand, dus meer x-benen. Toegenomen laxiteit in flexie en in extensie. En dan gaan we chirurgisch aanpakken. Dat is een scheur van de, uh, van de mediale band. Van de mediale band. Um, met, een, met het kapsel bij. Hier is het zonder kapsel, hier is het met kapsel. En chirurgisch moet dit behandeld worden. De achterste kruisband, dat is eigenlijk bij een frontale impact. Dus we krijgen hyperflexie. Um, dus we krijgen frontale impact bij hyperflexie. De knie, wordt eigenlijk naar achter, um, de knie gaat naar achter vallen. Um, moet ik gaan zeggen? Dus we hebben hier de knie. En we krijgen hier een impact. Het onderbeen, dus de tibia, gaat naar achter geduwd worden. Um, en gaat, gaat de achterste kruisband doorscheuren. Wat is het klinisch onderzoek? Achterste schuifladetest en lachmantest naar posterior. Die heb ik daar net ook uitgezegd. De voorste de, de schuifladetest en achterste schuifladentest. De behandeling hier is een... Careful neglect, we gaan het gewoon negeren. Dat gaat vanzelf over um, wel een bewegingsstop ook weer. IJs voor de um, ijs om, om te voorkomen dat um, er zwelling is. Um, dus eigenlijk een rustsportstop ook weer, maar het is conservatief eigenlijk. We blijven er voor de rest af. Um, het is minder belangrijk. Pas als het echt ernstig wordt, dan kunnen we daar wel een chirurgische behandeling voor doen. Maar dat is eigenlijk vaak niet het geval. Bij instabiliteit, dus uh, dan krijgen we wel herstel. RX wordt gebruikt om de breuken uit uh, te sluiten. En MRI blijft de gouden standaard om de menisci ook in beeld te brengen. Om te bepalen of het inderdaad een ligamentletsel is of een menisci. meniscus. Oké. Okay. Dan komen we aan kraakbeenlijden. Ik ga eens even kijken. Ik denk dat, ja, dat is de volgende PowerPoint. De knie was in twee mooie aparte PowerPoints. Goed hé. Hey. Goed. Dan komen we aan kraakbeenlijden. Kraakbeen lijden uh, zorgt voor, frix, voor frictiebeperking, zorgt voor lagere frictie. Als het kraakbeen weg is, dan zullen we arthrose ontwikkelen, dan gaat dat bot-op-bot contact zijn. En zal de transmissie van krachten zal ook veranderen als de, het kraakbeen weg is. Um, en de krachtverdeling zal ook veranderen. Okay. Hoe, gaat, hoe, hoe is dit nu opgebouwd? Dus het kraakbeen bestaat uit vier zones. We krijgen de superficiale zone, het bovenste deel van het kraakbeen, transitionele zone, radiale zone en gecalcificeerde zone die vlak voor het bot zit. Nog meer calcificeren en we krijgen bot. Dus het kraakbeen kan omgezet worden naar bot en dat is door, calcifi dat is door calcificatie. Osteoclastische werking is hier ook aanwezig om te zorgen dat er niet te veel bot aanwezig is. Er zitten geen, um, zit geen bloedvaten in kraakbeen, er is geen ongedifferentieerde cellen en er is geen regeneratiecapaciteit. Als kraakbeen afsterft, is het kraakbeen weg. Um, wanneer is er nu een, een kraakbeenletsel? Het is vaak door een acuut trauma. En dan, als het een acuut trauma is, dan gaat het gepaard met een ligamentletsel. Uh, samen, In associatie met een fractuur. De associatie met een ligamentletsel of een fractuur om ook een kraakbeenletsel te krijgen. Een puur kraakbeenletsel is zelden, tenzij in chronische setting. Bij chronische degeneratieven um, is er wel een mogelijkheid tot alleen een kraakbeen, maar ook daar is er vaak een uh, associatie met ligamenten die afsterven of met, met uh, bot die uh, vermindert met osteoporose. We krijgen complexe kinematica bij chronische degeneratief, de druk gaat toenemen. We krijgen een verandering van krachtoverdracht, enzovoort. Welke uitlokkende factoren krijgen we nu om kraakbe kraakbeenlijden te ontwikkelen? En dat zijn dezelfde factoren als bij uh, botproblemen. Dus we krijgen uitlokkende factoren bij een asafwijking. Als er asafwijking is, zal er druk toegenomen zijn op een bepaald stuk kraakbeen. Met, um, met problemen daar als gevolg. Overgewicht. Dat dus heeft bij heel wat impact en ook hier. Instabiliteit van gewrichten zorgt ook voor meer, uh, meer kraakbeenverlies. En we krijgen trauma die ook een uh, probleem kunnen geven. De natuurlijke evolutie van een kraakbeen in gewone, de gewone pure natuur is, uh, is progressieve verslechtering. Dus jongere kinderen of, kinderen of jongvolwassenen zitten met kraakbeen goed. Maar hoe ouder we worden, hoe minder kraakbeen we hebben en hoe meer kans er is om, um, om uh, artrose te ontwikkelen. Dus, dus kraakbeen dat verdwijnt en dan krijgen we artrose. Welke beeldvormingstechnieken kunnen we nu doen? Dat is een RX. Uh, niet alleen anterio, posterieur en lateraal, maar ook in 30 graden flexie moet gebeuren. Zoals ik daar net zei, we kunnen dingen missen op een... Uh, op een Anterio-posterior anterio uh, anterio anterio beeld of een lateraal beeld. Er kunnen dingen verstopt zitten daarachter um, die we missen. MRI kan ook vals negatief zijn, dus we moeten op beducht zijn. En Rx blijft de standaard. We kunnen daar uh, heel wat dingen zien. Welke behandeling gaan we nu zien van kraakbeenleider? Conservatief, dus met pijnstelling, belastingverlaging, vermageren. ...activiteitspatroon aanpassen als het door een repetitief trauma is. En ook heel kundig kan er een kraakbeenherstel zijn... ...om belastingen te verminderen en uh, stabiliseren. Het kan, uh, liever conservatief uiteraard... ...hoe minder chirurgie, hoe beter uh, obesitas aanpakken. Dus ook, dat hoort ook bij conservatieve uh, asafwijkingen aanpassen... ...repetitieve trauma aanpassen, uh, vermijden... Ja. Oké, okay. en dan komen we op uh, ja, microfracturen, die kunnen ook een perforatie geven van de uh, subchondrale plaats. Dat is misschien dat zocht. Met bloedklonters, met meer afsterven van uh, kraakbeen, um, tot gevolg met nog meer osteoporose. Osteoporose. Arthrose. Osteoarthrose. Oké, okay. het volgende stukje is dan, als ik daar geraak, arthrose en asafwijkingen, en dat is dan de op één na laatste, daarna komt nog de patella, uh, osteoarthrose en asafwijkingen. We krijgen klinisch, wat zien we klinisch bij artrose Wel, heel simpel hè? pijn, en die is belastingsgebonden, er is startstijfheid, dus ook hier, startstijfheid, um, een kort, kortdurende startstijfheid, misvorming, bewegingsbeperking. Dus we krijgen hier dus ook een belastinggebonden is nachts die uh, pijn geeft. Ik ga dit nog meer moeten uitzoeken om artrose en artritis terug uh, uit te zoeken of uh, inflammatoire en mechanisch. We krijgen functionele beperking bij. Ik ga dat opschrijven dat ik dat niet vergeet, want ik moet toch wel. Ik, ik ben hier serieus over aan het twijfelen. Mechanisch versus uh, inflammatoir. Voilà. dat komt sowieso nog wel ergens verder aan bod in een van de toekomstige streams dus we krijgen dus uh, pijn startstijfheid, misvorming en bewegingsbeperking die bij artrose um, volgen met functioneel beperking bij een gevorderd lijden en heeft een zeer grote impact op het leven hè, omdat de mensen veel minder goed te been zijn met veel pijn, blijven meer in hun zetel zitten en komen nergens meer buiten radiologische symptomen wat zien we het verdwijnen van de gewrichtspleet en dat is de belangrijkste. Verdwijnen van de gewrichtspleet met osteofieten om te stabiliseren. En dus dat is het pure fysiologie van het lichaam die osteofieten gaan aanmaken om het gewricht te stabiliseren, pijn te verminderen, maar zorgt voor meer bewegingsbeperking en in de toekomst wel meer pijn. We krijgen botdensificatie, dus minder bot. De asdeviatie, dus de as van het van de knie verandert ook. Uh, met botverlies in het algemeen. Dus krijgen we krijgen wel densificatie, maar over het algemeen is er ook een botverlies. Welke behandeling kennen we? We kennen de conservatieve behandeling, dus de belastingverlaging in het algemeen voor de osteoporose, dus met lichaamsgewicht, met een brace, met een wandelstok, een nordic Walking Sticks is misschien beter. Uh, Intraarticulaire corticoïden, weer hetzelfde: septische artritis uitsluiten, maar er artrose, in, uh, dus inflammatoire tegen. Mechanisch kunnen we wel uitsluiten. Medicatie, um, wat geven we daar? Paracetamol en NSAID's tegen de pijn. En heelkunde in extreme gevallen. We kunnen arthrodees aan de knie geven. Um, de pijn die verdwijnt dan wel, maar dit is een volledig functieverlies. We kunnen de knie niet meer plooien bij een arthrodeese. Wat zeer uh, impactvol is, deze patiënten die kunnen dus ook niet meer. Echt gaan wandelen, tenzij met een stijf been. Dus het is... Uh, arthrodese wordt toch liever tegengehouden, wordt liever niet gedaan. Een ascorrectie kan ook om de druk te verminderen uh, met een opening wedge osteotomie. En een prothese is beter dan arthrodese. Waarom? Omdat de functie behouden blijft. Ze verlicht de pijn, behoudt de functie en heeft een langdurig resultaat. Dus arthrodese alleen maar op het moment dat we echt niet meer de optie hebben om, een andere, om iets anders te doen. Oké, okay, patella pathologie Dat is het laatste stuk voor deze ochtend. Het is al een, ik ben al een tijdje bezig. Dus patella luxatie is daar belangrijk. En deze is voornamelijk lateraal, naar lateraal. Dus de patella is, zit voor de knieën. Dus we hebben de twee botten. En hiervoor zit eigenlijk een patella. En de patella gaat eerder naar de laterale zijde luxeren. Puur omwille van de krachtvorming. De patella zit vast met, een, uh, zit vast met ligamenten en er zit ook spier op vast. Um, de ligamenten trekken die meer naar lateraal en door, een, uh, door het bot houdt hij die meer op zijn plaats. Dus tibia en femur houden de patella meer op hun plaats. Als de um, groeven van, van die twee botten vermindert, zal de, zullen de ligamenten die eigenlijk gewoon opzij trekken en zal er dus een luxatie zijn. Man is gewoon een kniestrekking en stretching. Um, en de symptomen van een patella luxa zijn dus doorzakken, spontane reductie, pijnlijke inswelling. Dus ja, de banding is gewoon echt de knie stretching. Even kijken wat hier nog iets anders interessant over in staat. Um, dat is allemaal RTOD's nog. Mm -hmm, mm -hmm. Ja, dat dus hebben we allemaal gezegd. Ja, patella. Strek de knie, dus dat is echt de behandeling. Strek de knie is de enige behandeling die we echt doen. Um, ja. Dat is het wat ik hoop dat jullie het hier interessant vonden over de knie. Als er vragen zijn, stuur ze gerust. Um, als er vragen zijn over mechanisch versus inflammatoire, stuur ze gerust. De volgende keer dat ik hier ben, zou ik het moeten weten. Dus de uh, volgende keer dat er sprake komt, zal ik het ook uh, waarschijnlijk zeggen. Moest u daar toch nog iets van vragen over hebben? Dus, uh, de Discord server staat open. De video hier voor comments staat open. Um, Discord zal ik sneller antwoorden dan op de video, dat weet ik wel zeker. Goed, bedankt voor het kijken en dan zie ik jullie straks of morgen weer. Ik even kijken. Normaal gezien straks, maar ik loop eigenlijk al bijna achter op planning. Dus um, waarschijnlijk straks weer en anders zie ik jullie morgen. Tot later.